Ja, natuurlijk. Hoeveel bedpartners moest je informeren? Heb je überhaupt bedpartners geïnformeerd? Ik heb wel eens een SOA gehad. Nee, ik niet. Nee. Ik ook niet. Tegelijk of? Op de beurt? You're nasty fucking ass. Nou, dan kunnen we kort en krachtig. Nee, kort en krachtig, nee. Nope. No? Nee. Nee? Nee. Goed zo. Ik ook niet. Nee. Ik ook niet. Yes! Oh, allebei niet. Nee. Ja, dat is top. Dat is top, hè? Dat is echt top. Nee, jij bent goed voorgelegd, ja, hè? Ja, ja. Wij doen dat wel goed. Goed voorgelegd, ik goed voorgelegd en veilig gedaan. Ja, dat is fijn. Yes. En hoe kom je erachter dat je een SOA had? Ja, gewoon een test gedaan. Weet je, je hoort wel eens van vrienden of wat dan ook. Gewoon één keer in de zoveel tijd moet je gewoon even gaan. En even kijken wat er met je jonge heer aan de hand is. Ja, ja. Nou ja, ik had klachten. Ik had last van mijn geslachtsdeel. Dus ben ik maar naar de huisarts gegaan. Ja, ik had ook klachten. Dat was iets pijnlijks, ja. Ze maken het natuurlijk ook wel laagdrempelig. Ja. Ik werd ook altijd bang gemaakt met horrorverhalen over dat er een wattenstaafje dan zo je ding is ingaat. Dus, maar tegenwoordig doen ze het gewoon met een plasmonstertje. Meestal een brandend gevoel bij het plassen? Jeuk. En je hoeft echt maar één keer te kijken. Wat de fuck zie je dan? Ja, gewoon echt horrible. Ja, gewoon beestjes die rondkruipen of zo? Ja, gewoon ja, echt zo van... Help! Welke SOA's ken je allemaal? Platjes. Platjes? Wat is platjes? Nou, dat was toen in de tijd, dan jeukt het op je schaamhaar. Van die kleine platjes noemden ze dat, toen in de tijd. Ik ken die ene niet uitspreken. Welke? Ja. Gonnedoe. Ja, die. Ja, ik ken wel een paar jongens die dat hebben gehad. Nou, je hebt chlamydia. Volgens mij noem je dat ook wel een druiper. Druiper? Weet ik even niet meer. Ja, dat is oud. ik krijg een blackout. Ik weet het wel, maar... Ja. Ja, als je ze dan op moet noemen, dan... Nou, laat ik het zo zeggen. Als ik ze zou zien, dan zou ik denken, oh ja, natuurlijk. Dat ja, ja, precies. Ja. Zoals, maar de syfilis is één echt zeker... Heb je nu een blackout? Ja. Herpes, AIDS. Oh, herpes, ja. AIDS, ja, dat klopt. Herpes, AIDS. Herpes, AIDS. Ik heb ook een blackout. Van wie heb je die SOA's gekregen? Niet van de kat van de buren. Nou, nou dat is logisch. Ja, van iemand die erg seksueel actief was met... Heel veel. Ik vind dat dan ook wel de verantwoording bij jezelf liggen. En je komt wel eens in situaties terecht waar je niet snel genoeg naar de condoom kunt grijpen. Of je hebt min of meer een relatie met de persoon en dan ga je vanuit dat die persoon safe is. Ja, precies. Omdat mannen soms asymptomatisch kunnen zijn. Die kunnen geen symptomen vertonen. Dus die weten dat niet eens. Nee, precies. Oh, nee. Nee, dat is privé-informatie. Dan ga je natuurlijk nooit... Het was mijn moeder. Ga je nou nooit... Nee. Ga ik helemaal niks over zeggen. Ben je met een condoom beschermd tegen alle SOA's? Nee, ik denk het niet. Kijk, het beschermt wel tegen een SOA, alleen niet... Het is nog steeds niet 100%, toch? Volgens mij niet. Maar dat denk ik niet zeker. Volgens mij ook niet. Volgens mij zitten minuscuul kleine gaatjes in. Ze zeggen van wel. Gaan we er maar vanuit. Tenzij er gaatjes in zitten. Ja, of zo, dat. Natuurlijk. Tenzij er gaatjes in zitten. Nee, maar volgens mij wel, toch? Volgens mij is het wel de bedoeling. Ja, volgens mij staat het er ook op. Ja. Nog niet. Je hebt het wel gedaan, maar dat komt dan. Ja, meer met dan zonder. Oké. Alleen het of op pijpen of... Een paar broek zonder. Dat is saai. Oké. Dat duurt lang. Nee, dus. Nee, want jij hebt die fucking... Ja, het crabs gehad. En dat kan gewoon overspringen, toch? Nou, dat deed het ook. God damn. Voor welke SOA ben je het meest bang? En waarom? Ja, dan denk ik toch wel voor gewoon
die terugkomende. Welke terugkomende? Jij hebt sommige, daar kun je gewoon vanaf zijn en dan ben je er vanaf volgens mij. Mm-hmm. Maar je hebt bijvoorbeeld herpes, daar heb je, dan zit dat in je lichaam. Daar kan gewoon terugkomen, snap je? En dan weet je ook niet wanneer of hoe. En dan kun je ook anderen weer heel snel mee aansteken. Dus dat zou ik echt heel naar vinden, want dan moet je altijd gaan opletten. Geen één, want ik heb niet één. Ik weet niet eens wat ze allemaal inhouden, dus... Ik weet, bepaalde SOA's kun je continu jeuk hebben aan je piemel. HIV, I guess, maar like... Zie je? Zie je? Maar like, dat is tegenwoordig ook niet meer zo'n big deal. Like, tuurlijk, je wilt het niet hebben, maar like, je gaat niet dood meer. Like, je popt gewoon wat pilletjes en like, it's fine. Right. Met hoeveel mensen heb je onveilige seks gehad? 5, 6? Graaf ik in mijn geheugen. Met hoeveel mensen? Het zal een heel hoog getal zijn. Volgens mij bijna iedereen. Maar ik noem nog niet. Bijna iedereen. Ja. En dat is ik hou niet van condooms. Totaal. Dan mag je even elke dag laten testen. Ik zeg dat, als je gevoel zegt, er is iets los, want je gevoel weet dat, dan laat je je testen. Ongeveer. Ja, nou, dat is niet hetzelfde als White Night Standard. Ik denk, ik heb het met 2 mensen gehad, om eerlijk te zeggen. Dat vind ik best wel weinig. Ja. Ja. Knap. 0. Ah. Helemaal geen. Ja, daar heb je dus wel gedaan. Ik heb een aantal partners gehad. Anders zat ik je niet, hè? Ja. Dat weet je niet. Oh ja, ja. Nou, dat kan op andere manieren. Ik kan ook gewoon in het ziekenhuis verkeerd neergelegd zijn dat je meegenomen hebt. Kan allemaal. Jij kent die mogelijkheden niet. Ja. Ik zal even delen. Maar hij lijkt te veel op mij. Ja. Jullie hebben 20 seconden de tijd om zoveel mogelijk seksstandjes op te noemen. In 3, 2, 1... Missionaris... Ze was aan het nuf. Op zijn hondjes. 69, lepeltje. Yoga-stijl. Doggy. Doggy hebben we wel gehad. Doggy staan. Echt waar? Oh. Ja, die hebben we al gehad. Ze was aan het nuf. Die ken ik. Heel veel. 69 is dat, op zijn Engels. Wat moet je nou voor paard, is dat ook een standje? Ja, geen idee, ik weet het niet. Oké, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Geef een subscribe, geef een leuke een duimpje. En ja, blijf kijken naar Spuiten en Slikken. Ja, dat is dat. Ja.